Het gevaar van deze hele cultuurmarxistische denktrend is dat het land wordt versplinterd in steeds kleinere identitaire groepjes, waarbij iedereen zich een minderheid voelt, iedereen voelt zich tekortgedaan. Mensen houden zich graag vast aan hun eigen dogma's. Je ziet dat in de politiek, in de zorg, in het onderwijs, natuurlijk in religie en zelfs in de wetenschap. De sociale media tonen een hele cultuur aan dogma's en lijken de tweedeling te stimuleren. Onze tijdlijn op Twitter of een ander platform toont vooral de bubbel die ons gedachtegoed ondersteunt en de ander afkraakt of wegzet als nepnieuws. We are fighting the fake news. It's fake. Phony. Je ziet mensen die vasthouden aan een ideologie alsof hun leven ervan afhangt, terwijl het omgekeerde waar is. Een ideologie heeft tot doel je leven te verlengen ten koste van anderen. Je leven hangt dus af van de ideologie van de ander. Deze video gaat geen oproep zijn om je principes te laten varen. Uiteraard is het onmogelijk om zonder idealen te leven. Zelfs ideaalloos willen leven is een ideaal. Maar wat ik mis en ook steeds meer denk te missen is het vermogen van mensen om een ideologie los te laten of in ieder geval kritisch te bekijken. En er is een perfecte manier om die vaardigheid te trainen. Het lezen van boeken wordt wel eens gezien als een geestverruimende bezigheid. In een literatuurstudie van Stichting Lezen wordt er gewezen op studies die laten zien dat lezers door middel van boeken nieuwe denkbeelden kunnen krijgen, dat ze vooroordelen opzij schuiven en dat er zelfs een relatie bestaat, zij het klein, tussen empathie en het lezen van fictie. En daar krijg ik toch altijd een beetje kriebels bij. En helemaal met zinnen als: wanneer kinderen en volwassenen met overgave lezen, kennen zij de transformerende kracht van het boek. In deze optiek maakt het boek van ons sociaal wenselijke wezens. Maar dan ga je ervan uit dat er in boeken altijd sociaal wenselijke opvattingen te vinden zijn. En dat is natuurlijk niet zo. Die transformerende kracht kan ook leiden tot sociaal onwenselijke mensen. En dat is dan ook de reden dat overheden en instanties in het verleden boeken hebben verboden en nog steeds verbieden. Dit soort studies maken van boeken idealistische teksten die hun lezers van hun ene bubbel naar de andere bubbel slingeren en van links naar rechts of omgekeerd in het politieke spectrum proberen te bewegen. En dat soort boeken zijn er natuurlijk ook volop, maar daarmee komen we niet verder dan het hoppen van het ene idealisme naar het andere. In deze video wil ik dan ook pleiten voor boeken waarin idealisme niet de kern is. Boeken waar je vooral ook niet empathischer van wordt, maar waardoor je leert reflecteren en vooral leert nadenken over hoe mensen taal gebruiken om hun idealisme te vormen. Ik heb het, maar dat had je wellicht al begrepen uit de titel van deze video over de postmoderne roman. The postmodernists completely reject the structure of Western civilization. Nu is het begrip postmodernisme nogal een complex concept waar ik vast in een toekomstige video nog eens in zal duiken. Het is een filosofische en academische stroming, een reactie op het modernisme, en het gaat van eenvoudige popart tot aan complexe en intellectuele kunst. Please, Jack, no! Mede door die complexiteit kun je het eigenlijk niet eens hebben over de postmoderne roman, maar wel over postmoderne kenmerken. En die vind je bijvoorbeeld in het werk van Atte Jongstra, Willem Brakman, Charlotte Mutsaars, P.F. Tomezen, Harry Moelis, Louis Ferron, Gerrit Krol, Cees Notenboom, Peter Verhelst, Maxime Februari en ja, zelfs bij Multatuli. Simpel gezegd wordt een lezer bij het lezen van een postmoderne roman gedwongen, ongeacht welke ideologie hij heeft, na te denken over hoe hij zijn wereld construeert en hoe hij gevangen zit in zijn eigen talige bubbel van tegenstellingen en begrippen. En zo'n boek doet het eigenlijk heel eenvoudig door de koppeling met de werkelijkheid te doorbreken. Waar veel verhalen lezers ervan proberen te overtuigen dat het echt gebeurd zou kunnen zijn en dat de personages echte mensen zijn, doet een postmoderne roman geen enkele moeite om realistisch over te komen. Eigenlijk zegt zo'n boek constant: hallo, ik ben een boek en ik ben fictie. En daarmee zou je paradoxaal genoeg kunnen stellen dat een postmoderne roman realistischer is dan andere boeken, omdat je ze niet voor de gek probeert te houden. Een postmodern verhaal weet van zichzelf dat het een verzonnen verhaal is. Zo is de verteller in deze verhalen vaak nadrukkelijk aanwezig, maar maakt dan wel fouten of hij vergeet zaken te melden. Soms valt hij in herhaling, of hij vergeet überhaupt welk verhaal hij aan het vertellen was. Daarnaast kan er ook een spel worden gespeeld met personages en verhaallijnen. In De reis van de Douanier naar Bentheim van Willem Brakman begint een ik-persoon te vertellen over de twee hoofdpersonages die regelmatig een heer met een hoge hoed tegenkomen die uiteindelijk weer de ik-persoon blijkt te zijn. Het Huis M van Atte Jongstra begint als een normale detective, maar de ogenschijnlijke moordenaar, de verteller, is later ook de rechercheur. En degene die eerst rechercheur was, is later de moordenaar.
Het wordt nog gekker, er zijn zelfs nog meer moordenaars aanwezig en het slachtoffer wordt meermaals op exact dezelfde wijze vermoord. Je hebt bij deze verhalen dus geen echte houvast bij de personages. Ze zijn niet meer dan een holle identiteit opgebouwd uit woorden. En aangezien woorden inwisselbaar zijn, zijn ze dat zelf ook. Zo zijn er bij Brakman twee fietsende meisjes die rechtstreeks van een koekblik afgekomen zijn. En er zijn personages die meer op een schilderij lijken dan op een echt mens. Het slachtoffer in het boek van Jongstra is een femme fatale, maar dan wel een vrouw die is opgebouwd uit verschillende clichés uit andere moordverhalen. Ook de chronologie wordt regelmatig losgelaten in postmoderne romans. In De reis van de douanier naar Bentheim eindigt het verhaal met het begin, wat een soort oneindige loop suggereert. Ook begint er een personage een verhaal te vertellen dat bladzijdes later door een ander personage verder wordt verteld. In de postmoderne roman worden tijd en ruimte losgelaten en daarmee ook de combinatie van oorzaak en gevolg. In sommige romans, zoals De chauffeur verveelt zich van Gerrit Krol, kom je in een soort tijdloze ruimte terecht. Denk ook aan een internationale klassieker als Slaughterhouse-Five van Kurt Vonnegut. Alhoewel de tijdloosheid daar wel weer een oorzaak heeft en daarmee toch een vorm van realisme impliceert. Een idee dat in vergelijkbare vorm werd gebruikt in de film Arrival. So, Hannah, this is where your story begins. Naast de ontwrichtende werking door middel van personages en chronologie vind je in deze verhalen ook de associatieve logica van metaforen en metoniemen. Door het weglaten van een duidelijke kern en de voorliefde voor de paradox vormen deze totaal onrealistische verhalen een commentaar op de werkelijkheid. Our senses and brains can only process a fraction of the world. So we have to use concepts and tools to learn about the true nature of reality. Het beschrijven van de werkelijkheid gaat net als bij een roman gepaard met conventies en verhaallijnen. De realiteit die we ervaren beschrijven we vaak op basis van ongefundeerde oorzaken. Op de vraag waarom deed je dat hebben we vaak wel een antwoord, maar dat moet dan wel passen binnen ons zelfbeeld of ons ideaal of het script dat we voor onszelf hebben bedacht. We zijn tenslotte de hoofdpersoon in ons eigen verhaal. Harold suddenly found himself beleaguered and exasperated outside the bakery. Shut up! Maar we zijn ook de schrijver van ons boek op momenten als we over ons leven nadenken of als we in gesprek zijn met anderen. En daarbij maken we vaak gebruik van de verhalen die we al kennen. From rags to riches, de aanhouden winst, doen wat je leuk vindt, je roeping volgen, je eigen pad kiezen, zeggen wat je denkt. Op veel momenten in ons leven maken we gebruik van zinsneden of verhaallijnen uit boeken of films die we kennen. Ik zeg altijd wat ik denk. En de postmoderne roman is er om ons erop te wijzen dat die logica, dat script van idealisme, niet meer is dan een verhaal dat we denken te schrijven. De lezer die chronologische verhalen gewend is, die passen binnen de gebruikelijke conventies, zal de postmoderne roman misschien ervaren als een chaos zonder enkele samenhang. Maar de samenhang wordt in deze literatuur niet gemaakt op basis van oorzaak en gevolg van gebeurtenissen, maar op basis van beelden en associaties. En dat is een keuze en niet fictiever of minder realistisch. Een grote verdienste van de postmoderne roman is dat het laat zien dat taal ontoereikend is om de werkelijkheid te beschrijven. Een ideologie daarentegen doet alsof er helemaal geen conflict bestaat tussen taal en realiteit. Het belangrijkste wapen van de postmodernist tegen de idealist is daarom de paradox. Dogmatici houden niet van paradoxalen. Achten ze te licht en ze hebben de onweerstaanbare neiging die achting gewichtig, ik zou bijna zeggen ritueel, te beproeven. Als er geen brandhout in de buurt is, is geen weegschaal zwaar genoeg, dan is er altijd nog water voor de finale oplossing. Oftewel, volgens dogmatici ligt de oorzaak of de schuld al vast, alleen moeten we nog de juiste woorden vinden om ze te beschrijven. Terwijl de postmodernist ons toont dat zolang we woorden gebruiken, er tegenstrijdige zaken naast elkaar zullen kunnen blijven bestaan. Well, what you want to do is face the dragon and get the damn gold. That's what you want to do. You have to be a paradoxical being even to do that, but you also have to be a monster. Well, you see this all the time. Harry Potter's like that too. He's flawed, he's hurt, he's got evil in him. He can talk to snakes, man. The hero has to be a monster. But a controlled monster. De postmoderne roman dwingt je dus te reflecteren op je eigen taal waarmee je je werkelijkheid formuleert. Maar die postmoderne romans zijn niet altijd de meest leuke teksten om te lezen. Het zijn geen page-turners. En het is nu eenmaal fijn, zowel in boeken als in ons echte leven, om te geloven in dogma's en een logische verhaallijn. Maar een beetje reflectie en een kritische houding ten opzichte van ons eigen idealisme kan heus geen kwaad. Nou, misschien is dat helemaal niet zo'n gek idee. En de mensen wantrouwen die van de daken schreeuwen dat ze altijd zeggen wat ze denken, dat ze altijd de waarheid spreken.